Als jullie denken dat er in Nederland niks aan de hand is, kijk dan naar deze video. Als je om je heen kijkt en je eigen land niet meer herkenbaar is voor je, dan weet je het. Ik heb me kostelijk vermaakt met de radio, met die boeren die met een tractor in Groningen dwars door de deur naar binnen reden. Ja. De afgelopen maand gingen er ineens een paar Nederlandse ziekenhuizen failliet. En de verontwaardiging was groot. Armoede in Nederland. Ja, het bestaat echt. Maar liefst 1,1 miljoen Nederlanders leven onder de armoedegrens. Veel, hè? 1,1 miljoen. Kijk, een jaar onder de armoedegrens is niet fijn. Maar echt pijn doet het als je jaren achter elkaar in armoede leeft. En wat is de reden dat het dan een kloteboel is? Is het de verzorging? Is het het eten? Is het het dat? Er is geen geld. Nee. En zonder geld doe je niks. Ja, dit lijkt misschien de weerkaart van vandaag. Maar dat is het niet. Hier zie je waar vandaag het lerarentekort op basisscholen het grootst is. We hebben dus met z'n allen een groot probleem. Dat is de politiek in Nederland. Waar het leger wordt opgetrommeld om mensen te intimideren en te kleineren. Liegen en bedriegen, het is het visitekaartje van dit kabinet. Houden dat vanuit Den Haag gezegd wordt, ze zeggen, dat je op moet dommeren. Nederland schrijft jullie vandaan uit, joh. Hoe lang denken jullie dat het goed blijft gaan? Of wachten jullie tot de boeren met de punt 22 dat hele Den Haag van gort komen schieten? Ga eens een keer nadenken daar. Ga eens een keer achter ons staan, achter je eigen bevolking. Het gaat uit de hand lopen. Je kunt dus zeggen, het leven, iedereen gaat erop vooruit. Nou, dat biegt hij natuurlijk. Ja? Want dat is gewoon niet zo. En over die kosten gesproken, die zullen gigantisch zijn. Iedereen moet van het gas af. Voor een doodnormale gemiddelde rijtjeswoning kost dat zomaar 45.000 euro. Dat is nogal wat. En kunt u dat niet betalen? Ach, geen probleem, dan sluit u maar lekker een lening af. Het kabinet helpt u daar wel bij met een zogenaamd warmtepompfonds, zodat u zich nog verder in de schulden kunt gaan storten. En voorzitter, wie ondanks die hoge kosten niet snel van het gas afgaat, of wie daar helemaal niets over te zeggen heeft, zoals de huurders, gaat gewoon de komende jaren fors meer gasbelasting betalen. Sta nou eens op voor je land. Je moet nu gewoon je verstand gebruiken om te zeggen, we gaan dit met elkaar doen. Ik doe het voor mijn kinderen en ik hoop dat iedereen zo gaat denken. Ik ben niet links, ik ben niet rechts. Ik ben gewoon dat ik zeg, ik kijk in mijn portemonneetje en ik kijk wat ik elke maand moet betalen. Daar gaat het om. Ga praten met je buurvrouw, ga praten met je buurman. Doe je mond open op een verjaardag. Probeer mensen nou eens te overtuigen dat we in een land zitten die naar de kloten gaat. En wij Nederlanders moeten een andere naam gaan krijgen. We zijn nadenkend volk, want we hebben al vanaf de jaren 60, 70 zijn we aan het nadenken hoe dat we het financieel rond moeten krijgen. Iedere maand weer. En nu is het denkwerk voorbij. De middelen zijn er niet meer. Het is heel simpel. Laten we als mensen nou eens wakker worden hier in Nederland. Laten we nou eens als mens zijnde met elkaar gaan praten. Het kabinet dat heeft voorstellen, maar weet helemaal niet wat er in de maatschappij speelt. Jongens, denk nou alsjeblieft na. Word nou toch eens wakker. Agenda 21. Als je dat aanklikt, allemaal linken van mensen die wakker zijn. En die wat te vertellen hebben tegen het volk. Doet daar nou eens wat mee. Alsjeblieft. Ik hoef het jullie niet te overtuigen. Jullie moeten zelf dat gaan begrijpen. De kinderen komen met een partij schuld van school af. Hebben daar ik weet niet hoeveel ellende. Hebben daar eigenlijk kapot geleerd. En komen van school af en er is geen werk meer. Wat hebben wij aan die EU? Wat hebben wij aan die pleuris euro? Helemaal niks. Het is ons allemaal aangedaan. We hebben ermee te dealen. We hebben er gewoon mee te dealen met deze maatschappij. Die alleen maar verrotter, verrotter, verrotter en nog eens verrotter wordt. Die u en ik gaan betalen. En als jullie Nederland zo willen verkopen, dan word ik daar heel erg bedroevig van. Ik wil alleen maar een beter leven voor mijn kinderen. En voor de rest niks. Je moet je buurman en je buurvrouw gaan overtuigen wat er speelt. Maar ik ben trots op de mensen die de kou de straat op gaan. Elke week weer. Ik ben trots op de mensen die wat willen bereiken. Horeca, tweeverdieners, bedrijven. Het zal allemaal dadelijk op straat gaan komen. We gaan er met z'n allen wat aan doen. De oplossing
De oplossing die komt wel. Geloof me nou, de oplossing die komt. Met elkaar kunnen we iets veranderen. Dat is het enige wat ik jullie mee wil geven. Met elkaar. Of dat je nou 1 miljoen te verteren hebt in de week. Of je hebt 25 euro te besteden in de week. Je hebt te maken met de overheid. En die overheid pakt jou. Ook de gezondheid van onze ouderen en van onze kinderen. En probeer samen wat te organiseren. Het moet met de week groter worden. Het liefst per dag. Ja, yeah, en je bent dit en je bent dat. Ik ben helemaal geen kanje. Ik zeg gewoon hoe dat het is. En als je het daar niet mee eens bent, droom verder. Leef je leven. Je hoeft het niet met me eens te zijn. Maar hou je eigen vast op wat er gaat gebeuren. Want het wordt alleen maar erger. We zullen dadelijk honger gaan krijgen. Geloof me nou. Die tijd gaat weer gebeuren. Je zal als kermisreiziger, als woonwagenbewoner, als burger, als bedrijf zijnde, we zullen allemaal naast elkaar moeten staan. Mensen, er is maar één uitweg. En dat is complete reset. Dat is het enige wat er kan. Al geeft de regering vandaag 5 dingen toe, dan staan er nog 100.000 andere problemen op het spel. Het gaat om u, het gaat om mij en het gaat om onze kinderen. En als je dat gaat begrijpen, dan kun je er wat mee doen.